De Kamer hoort de beraadslaging overwegende dat aan sterfte vlak na vaccinatie meerdere cumulatieve risicoverhogende effecten van meer variabelen ten grondslag kunnen liggen naast het vaccin zelf. Overwegende dat het belangrijk is een volledig beeld te hebben van de potentieel schadelijke effecten van de vaccinatiecampagnes op de algehele fysieke en mentale gezondheid van mensen en de sterfte vlak na vaccinatie, verzoekt de regering breed onderzoek te doen naar de effecten van de vaccinatiecampagnes en de daarmee samenhangende factoren op de gezondheid van mensen en de eventuele samenhang met sterfte vlak na vaccinatie gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat ventilatie een belangrijke methode is om verspreiding van het coronavirus en andere virussen te beperken. Overwegende dat vele gebouwen de ventilatienorm in het bouwbesluit niet voldoende meer is, verzoekt de regering zo snel mogelijk te komen met de toegezegde brede publiekscampagne en een landelijk plan om CO2-meters ventilatie in alle publieke locaties te bevorderen. In combinatie met instructies en adviezen daarover te zorgen voor een borging van de kwaliteit in de Arbo-wetgeving en de Tweede Kamer daarover te informeren. Voor u vervolgt. U heeft de interruptie van mevrouw Thiele, VVD. Is meneer Van Haga ervan op de hoogte dat er diverse wetenschappelijke onderzoeken naar de vaccinaties beschikbaar zijn en dat er momenteel een best intensief onderzoek verloopt naar de coronavaccinaties van de afgelopen jaren? De heer Van Haga. Is mevrouw Thiele ervan op de hoogte dat professor Schetters inmiddels hele rare correlaties heeft aangetoond en dat het misschien verstandig is om daar nog eens een goed onderzoek naar te doen? Nee, voorzitter, volgens mij werkt het zo niet in deze Kamer. Volgens mij, als ik een interruptie pleeg, mag er een antwoord komen. En deze tegenvraag slaat helemaal nergens op. Maar de motie van meneer Van Haga voegt helemaal niets toe aan de manier waarop we zeg maar, in Nederland nu wetenschappelijk en ander onderzoeksmatig bezig zijn met coronavaccinaties. Dus ik zou graag van meneer Van Haga hier een antwoord op krijgen, maar ik denk dat ik dat niet krijg. We gaan het proberen, de heer Van Haga. Voorzitter, ik ben ervan op de hoogte en ik denk dat de maatregelen die de VVD heeft genomen in coronatijd werkelijk niets toe hebben gevoegd aan de volksgezondheid. Integendeel dat die contraproductief waren, onnodig en heel veel geld en heel veel levens hebben gekost. Voorzitter, dan de laatste motie, want ik zie dat ik weinig tijd meer heb. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat in het rapport sterft en oversterft in 2021... een groep van naar schatting 135.000 immuungecompromitteerden is uitgesloten bij de bepaling van de kans op sterfte direct na vaccinatie tegen COVID-19 door een herhaalprik. Overwegend dat circa 3.000 doden in die periode niet kunnen worden verklaard. Overwegend dat de Gezondheidsraad heeft geadviseerd deze duidelijk geïdentificeerde groep nauwgezet te monitoren in verband met mogelijk hoog risico direct na vaccinatie, verzoekt de regering het CBS en het RIVM te vragen om deze groep immuungecompromitteerden alsnog in het deelonderzoek kans op sterfte direct na vaccinatie op te nemen als separate groep en daarmee het onderzoek te complementeren en op korte termijn aan de Kamer te doen toegekomen en gaat over tot de orde van de dag.